Yo, wat op kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal Rotjoch. En welkom weer terug in Mindtopia! Oké, welkom terug in Mindtopia. Nieuwe mensen, welkom weer terug dus. En vandaag heb ik een belangrijk iets. Ik ga iets doen en dat heeft weer te maken met diefstal. Dus ik ga zo meteen weer stelen bij de maskerwinkel. Want sinds kort kan je maskers kopen in Mindtopia. En zoals vele mensen van jullie ook weten, de laatste Mindtopia koopt iedereen van die motherfucking camera's. En als ik wil inbreken dus, met mijn pickaxes, die ik nog steeds heb, want ik heb ze weer gepakt, want mensen gingen naar zoeken. Dus heb ik ze weer gepakt. Met die pickaxes. En overhangen camera's en af en toe word ik misschien herkend. Dus wat ik ga doen, ik heb een plannetje verzonnen. Ik ga het even binnen doen, want Joris is hier bezig. Ik ga even weg hier, oh. What the fuck? Wie de fuck zit er nou binnen? Oh, Celine is er achter mijn huis. Ik ga even mijn huisje in, want niemand het ziet. Ik ga het jullie wel even laten zien namelijk, want jullie mogen het wel weten. Ik heb een inbrekerspakje verzonnen. En niet zomaar een inbrekerspakje. Ik ga het even laten zien. Doe ik namelijk zo. Opties. Skin customization. On. En dit is mijn inbrekerspakje. Het is een tijger. Ja, een rainbow cat. I know. Maar dat is het leuke. Want ik ga zo meteen eens proberen een masker te stelen. Waardoor ik mijn gezicht niet herkend word. En ook mijn kleding niet herkend wordt. Dat houdt in dat ik heel makkelijk kan inbreken. En dat niemand mij meer zou herkennen. Maar dan moet ik wel een masker hebben. Maar het ding is dus, stel je voor, ik ga nu bij Gijs, ofwel G-Typo, ga ik daar in zijn maskerwinkel een masker kopen van bijvoorbeeld Batman. Dan weet Gijs dat als er iemand inbreekt met een Batman-masker, dat ik het ben, want ik heb de Batman-masker gekocht. Dus wat ik ga doen, ik ga Gijs afleiden en dan gaat hij een maskertje kopen voor me halen. En op dat moment steel ik een ander masker. En met dat ik die gestolen heb, wordt dat mijn inbreekmasker. En dat weet, komt Gijs dan lekker niet achter. Dat komt allemaal wel helemaal goed. Eén ding dat ik ook moet doen dan, ik ga ook zijn camera moeten weghalen. Dat het allemaal niet opvalt, dus dat komt allemaal voor elkaar. Dus hopelijk werkt zijn camera ook gewoon niet. Het zal wel chill zijn een keertje, want ik heb een beetje ongeluk gehad met camera's. Oké, we gaan gewoon naar Gijs toe en we gaan het allemaal wel zien. Ondertussen hier trouwens, de bouwblok wordt binnenkort opgehaald door Just Joris. Moet ik binnenkort even een afspraak mee maken om van de scrapyard die geld voor terug te krijgen. Iemand zei dat ik 50k ongeveer zou krijgen, maar ja. De scrapyard prijzen die verschillen nogal. Ik denk ongeveer minimaal 20k. Dus dat is wel lekker dat ik het terugkrijg. Hier komt mij binnenkort mijn bedkantoor. Hier komt het gebouw waar ook nog over de prijs berekend gaat worden. Of bedacht gaat worden. Want er werd mij gezegd 70k. En ineens kreeg ik te horen 120k. Dus daar heb ik ook vanavond een gesprek over. Hoeveel het nou uiteindelijk gaat kosten. Want het verschil van 50k. Dat is een beetje vreemd. En ik wil natuurlijk nog korting. Omdat ik dus de verschrikkelijke rukbunker heb gemaakt. Toen ik het gekregen had toen. Waar ik nog steeds heel zagrijnig over, dus dat. Ik zeg, hier is weer zo'n cameraatje, weet je wel. Dus iedereen zit met camera's te kloten. Maar goed, we gaan naar G-Typo's maskerwinkel. We gaan er naartoe en we zullen het allemaal wel zien. Heb ik met mijn dievenpak uitgezet? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. We gaan richting Gijs en we zullen het allemaal wel zien. Dus is het daar Mind Food, want ik ga binnenkort ook. Dat is dus het ding. Als ik vanavond een leuke afspraak kan maken met Jeroen, oftewel rare Nederlander, over de prijs van mijn winkel. Dus ik zeg, ja, ik wil een extra winkeltje openen. En ik wil ook een supermarkt openen, want dat verdient heel veel geld de laatste tijd. Zeker dat je gevarieerd moet eten. Je kan ook water drinken. Nou, dat doe ik dus eventjes. Hartstikke tof. Daar ga ik hem later wel bijvullen. Maar dan kan ik kijken of ik daar dus een goedkope prijs een lekkere, makkelijke winkel open voor eten. En niet alles zoals bij Mindfood. Je moet je alles in stacks kopen. En dat willen mensen niet. Dus ik ga gewoon eten voor per 16 verkopen bijvoorbeeld. Goed, dan zijn we Gijs. Niet met onszelf praten is geen goed idee. Want Gijs is een beetje... Oké. Hey, Gijsie! Dylan in Maskermania! Maskermania, heet het zo hier? Ja, kijk maar buiten op het bordje, daar staat het op. Maskermania, Joris en Gijs, ja. Ja, mooi hè? Ja, prachtig, leuke winkel heb je hier man, ik ben er nog nooit geweest. Ja, waarmee kan ik je eigenlijk helpen? Dus ja. Deze mooie dag, lekker rond de middag. Lekker rond de middag, ja, heel simpel, waar je me mee kan helpen is, ik wil een masker kopen, waarom zou ik anders hier kopen? Ja, dat is best een... Nou, misschien om mijn camera te bekijken. Kijk. Ja, mooie camera. Laatst was ingebroken, zeg maar, in de slagerij. Toen was iedereen van, oh, je moet echt camera's nemen, hoor. Dus nou, nu hebben we een camera genomen. We hebben een cameraatje genomen. Oké. En werkt die al? Ja, volgens mij wel. Het lampje brandt, dus... Is het ook aangesloten? Ja, ik snap het natuurlijk, want je is laatst bij je ingebroken in de slagerij. Is er al iets opgelost daarmee? Nee, geen flauw idee. Politie is super traag. Die zitten, ja, we gaan naar de camerabeelden kijken en ja... Nooit meer iets over gehoord. Ja, het is dus... langzaam bij die politieagenten. Waardeloos. Het is echt, echt achterlijk. Wie de fuck, wat doet die zwerver nou hier? Hé! Hey. Dat weet ik ook niet. Zwerrie! Oprotten! Ik kan toch geen masker kopen. Je hebt toch geen geld. Heel masker. Vervelend, hè? Tegenwoordig alleen maar mensen komen de winkel binnen.
Wegwezen. Kijken en dan dat was het. Weet je plek, man. Ja, ik snap het, die arme sloepers, hè, natuurlijk. Ja, het zei me, Marnik is wel een aardige gast, hoor. Weet je, die dronken van mij op het feest, hè? Was hij super dronken geworden? Was hij van het dak gevallen? In zijn onderbroek stond hij uiteindelijk. Ja, was hij van het dak gevallen? Lekker man. Een feestje kan hij dus zeker weten. Hij loopt dan langs het huis, zie je, hij is weg gaat lopen. Gelukkig maar. Maar ik kom dus voor een maskertje. Nou, ik zou zeggen, neem even een kijkje en als je er eentje hebt gevonden. Eet je kat nou echt hotdog? Ja, leuk hè. Oh, koetje. Het is trouwens de duurste kat en ik ben de enige die hem heeft tot zover. Ik vind hem leuk, ziet er leuk uit. Leuk katje. Ja, iedereen heeft van die standaard halve beschormde jungle kat. Ja, ja, die heeft iedereen, dus David en zo ook wel. En daarom. Oh, je draagt jezelf ook natuurlijk het masker van een Goomba. Nee, ik ben een Goomba. De Goomba. Nou, Sluf, kijken bij de maskertjes dan. Ja, nee, is goed. Wat kan jij me zeg maar aanraden, dus weet je wat... Ja, wat vind je leuk? We hebben hier een beetje de sexy internet. Oh, ja, de sexy internet. Ik snap hem. Oké. En dan hebben we hier Pokémon. Mm-hmm. Star Wars. Dan hebben we hier Star Wars. Dan hebben we hier film een beetje achter. Helden, ja. Super. En dit is dan een beetje gecombineerd met gaming en tv en cartoons. En Elsa en Anna zie ik. De Minions. Oh, ja, wat gaaf. Oh man, wat een moeilijke keuze allemaal. Ja, lastig hè. Ja, jeetje. En dan natuurlijk ook Freddy. Final Nights at Freddy. Tuurlijk. Oh, wat super vet man. Echt super gaaf dit. Nou, bedankt. Ja, ik moet zeggen, het is een goede winkel. Het ziet echt heel erg tof uit. Wat gaan waar we dan... Waar heb je zin in? Hoe voel jij je? Ja, ik voel me eigenlijk een beetje... Maar welke masker wordt eigenlijk het minst gekocht? Het minst is... Of welke maskers zijn er het meest gekocht tot nu toe? Tot zover hebben we de doge. Doge, ja. Die is het meest verkocht. Dan hebben we nog Pepe die een aantal keer is verkocht. We hebben nog Grumpy Pepe. Cat die is verkocht. Magikarp is ook een populaire. Mm-hmm. Even kijken, welke hebben mensen dan nog meer gekocht? We hebben de Minion dus nog gehad. Ja. En ik mis hier een masker. Ik mis daar een masker. Oh, ik weet al welke het is. Hier zou Stitch moeten hangen. Ja. Volgens mij heeft... Joris heb je ook niks aan. Hè? Die gaat dan de winkel opruimen en dan is deze wel... Oh ja, sorry, die stond nog in het magazijn. Dus af en toe missen jullie wel eens maskers ineens? Joris, ja, die Joris, dat, jongen. Dat is zo'n nadeel als je met twee mannen winkel beheerst. Ja, en dat... De ene keer doet dit het, en de andere keer dat, dus... Dus oké, ja, Joris is een beetje stom bezig dus geweest. Dus daar zou origineel nog een Stitch moeten hangen. Ah, oké, een Stitch. Nou, goed, ik ben even aan het twijfelen, want ik ben wel een beetje van de superhelden, moet ik zeggen. Ik wil eigenlijk een Pokémon masker halen, maar die gaan zeker zo makkelijk, die zijn zo vaak over de toonbank gegaan, denk ik. Dat ik het Pokémon gewoon... is wel populair, dus ja. Dus ik ben aan het twijfelen tussen de Batman, de Deadpool, eigenlijk vooral. Lastig, ja. Hoe? De Five Nights at Freddy, is die ook een keer verkocht al? Deze is nog niet verkocht trouwens. Maar ik vind die persoonlijk echt altijd leuk om op te doen. Ja, ik denk dat ik die ook wel wil halen, want die ziet er wel vet uit. Dus, en ze kosten, ja, hoeveel kosten die dingen eigenlijk? 5000 per stuk, maar het maakt helemaal geen verschil of je nou Frozen neemt of Pikachu of Grumpy Cat. Ah, het zijn allemaal 5000? Ja. Oh, lekker. Mag ik ook een persoonlijke vraag stellen, hè? Tuurlijk. Voor hoeveel koop je ze nou in? Even zakenman tot zakenman, hè? 3000? 3000? Ja. Dus je verdient 2000 aan. Nou ja, dat lekker. Is een vrij schappelijke prijs, dat toch? Is het... Nou, dat is wel veel. Maar ja, ik moet zeggen, ja, het is een topbusiness, jongen. Ik respect, pet je af. Ik heb respect voor andere zakenmannen. Daar ben ik heel simpel in. Weet wat het vervelende is? Graag wil ik deze winkel uitbreiden. Alleen die vervelende voedselbank wil niet weg. Die voedselbank, daar is je. Ja, die wil gewoon niet weg. Die zit er, nee, ik wil hier blijven zitten, dus. Maar ja, het loopt toch voor geen meter. Zullen we... Nee, daarom. Misschien kunnen we binnenkort daar even wat aan doen samen. Want ik hou niet van dat soort instanties dat de armen een beetje helpt. Dat vind ik een beetje stom. Nou, je weet me te vinden, je weet mijn probleem. En, dus maar goed. Dan zullen we even, weet je wat? Het masker van Five Nights at Freddy's. Ja, wil je die hebben? Ja, daar heb je niet zoveel van, dus ligt als goed achter denk ik vast wel. Ja, ik zal even in het magazijn kijken. Ja, achter we even. Hier allemaal dozen nog staan. Dus oké, ga jij maar even in het magazijn kijken. Ik ga even in het magazijn kijken. Nou, ja, goed. Oké, goed. Dus hij is een beetje weg nu aan het kijken in het magazijn. Die camera, die wijst eigenlijk recht daar naartoe. Dat houdt in dat hij eigenlijk de hele linkerhoek daar, van de Pikachu's en zo... niet eens ziet. Is het de enige camera? Hij is wel aangesloten, zie ik. Hij is aan het zoeken. Je hoort hem zoeken. Dus ik moet eigenlijk even opschieten. Wat ik ga doen, dan is het volgende. Zo meteen komt hij terug met een masker. En dan zeg ik, nou, ik wil toch een ander masker. Dan gaat hij die halen. En dan sla ik toe voor het tweede masker te pikken. Dus het moet allemaal wel goed komen. Ik heb hem gevonden, Dylan. Ja, laat eens even zien. Hier, dit is hem, toch? Ja. Gewoon, wil je hem even passen? Ja, even opdoen. Hier, mag je even passen? Eens even opdoen. Even kijken. Boom. Wow. Kijk, staat je perfect.
Hij was wel echt super vet, man. Super vet is dit. Wauw. Niemand weet zo wie je bent eigenlijk. Nee, dat is duidelijk. Ik vind hem wel gaaf, moet ik zeggen. Ja, toch? Ja. Heb je misschien nog een ander maatje eigenlijk? Want ik vind deze toch wel heel gaaf, maar hij zit iets te strak op mijn gezicht. Ik zal even kijken. Volgens ja? Mij, misschien hebben we nog iets, maar moet ik even gaan zoeken. We hebben hier nog allemaal dozen staan, dus okay. Als je een momentje hebt, ga ik even zoeken. Ja. Oké, nu moet ik snel toeslaan. Welke ga ik doen? Ik doe deze, want iemand koopt deze, dus hij valt niet echt op. Top, ik heb hem in mijn inventory nu. En nu moet ik gewoon zorgen dat hij niet meer hier naartoe komt. Dat moet allemaal wel goed komen. Oké. Okay. Ja. Dylan, ik heb hem. Ja, dan mag ik even passen weer. Deze is ietsjes kleiner als het goed. Ietsjes kleiner. Ja, mijn hoofd is niet zo groot. Het lijkt wel zo. Nou, ziet wel lekker. Ja, prima. Ja, hoe vind je eruit zien? Je ziet er gevaarlijk uit. Ik vind hem leuk. Ah, toffe, kijk je toch echt een toffe winkel heb je hier, Gijs. Ja, toch? Een keer iets anders dan alleen maar eten heel tijd verkopen. Ja, iedereen wil het eten en zo. Nou, iedereen wil nu een sportschool beginnen, denk ik ook van, wat hebben we daaraan? Oh shit, ik kijk trouwens even naar de tijd. Ik heb zo meteen een afspraak, dus ik moet echt weer opschieten. Oh, het is 5000 nu, masker af. Een beetje raar om zo een beetje te praten. 5000? Yes. Nou, alsjeblieft, man. Neem lekker 5000. Nou, top, kijk. Dankjewel. Dankjewel voor je service vandaag. Stelle service. Dankjewel voor het zoeken. Het heeft natuurlijk veel tijd voor komt je gekost. Goed. Geen probleem, joh. Van de watertje. Als je het weet voor de winkel, dan je weet me te vinden. Ja, dat gaan we misschien even samen iets onderlings kunnen afspreken een keertje. Is nou, cool. Hey. Fijne dag nog. Fijne dag. Dankjewel voor het masker. Zo. Ik ga zelf het maskertje op, want ik vind hem toch wel heel erg gaaf. Alright. Goed, ik heb heel snel even gestolen bij Gijs, eigenlijk alweer, in zijn maskerwinkel. Want nu heb ik een masker dat ik zometeen dus in ga breken bij iemand, bij misschien een bedrijf of bij iets groots, dat ik inderdaad met een dievenoutfit kan passen en daarbij aan kan trekken, daarbij ook dat ene masker van de Rapid Dash. En niemand zal weten dat ik het ben, gelukkig. Ik dacht van shit, sta ik soms erachter, dan gaan ze kijken van nou, ik mis eentje op de toonbank. Maar ja, zoals Gijs zei, Joris pakt af en toe wel zo eentje weg. En de camera wees precies niet die hoek in. Dus daar heb ik geluk aan. Gelukkig hoef ik daar niks voor te doen. Dus ik heb geluk gehad daarmee. Dat de camera precies niet op de linkerkant wees. Ik had eigenlijk een ander masker willen pakken. Eigenlijk het liefst die van Pikachu willen hebben voor de inbraak. Omdat dat hartstikke leuk geweest zijn. Maar hè, dat werd helaas zat in beeld. Dus dat kon ik niet pakken. Dus heb ik maar deze gepakt. Die zal ik toch niet missen. Ik bedoel, niemand haalt hem. Dus op zich valt het wel mee. Het komt allemaal wel helemaal goed. In ieder geval. Voor de volgende keer heb ik hier dus een afspraak weer om hier dus inderdaad mijn mooie gebouw neer te zetten. Waar ik met Bede Wils, of Willem, de architect over heb gehad. Dat is hartstikke tof. En dan ga ik hiernaast, komt dan inderdaad misschien de voedselwinkel. En de rukbunker, daar gaan we nog maar kijken wat ik mee ga doen. Misschien ga ik die weer slopen. Misschien maken we nog wat anders van. We komen er allemaal wel achter. Maar voor nu, grootse plannen. En dan moet ik allemaal even gaan uitvoeren. Want het is tijd dat ik inderdaad echt iets ga doen in Mindtopia. En echt even iets meer ga doen. Om te laten zien dat ik echt een baas ben hier in Mindtopia. Niet een klein crimineeltje wat mensen wel eens denken. Maar ik ben ook echt een crimineel. En dan ga ik ook hier echt naar handelen. En echt actie ondernemen. In ieder geval mensen, vonden jullie het een hartstikke leuke video? Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het aanzien vond. Ik krijg heel veel steun natuurlijk nog steeds in Mindtopia. Laat even massaal een blauw duimpje achter omhoog. Ik ga iets super raars doen. Ik ga vragen voor likes. Gaan we voor de 5000 likes. Gaan we het halen? Zijn jullie super awesome? We zien het vanzelf wel. Mensen, dankjewel voor het kijken. Gijs, dankjewel voor het meedoen. Yay. Verkouden, sorry. Dat zijn kanaals beneden in de beschrijving. Dit is G-typo. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace.